Deze highlights worden u aangeboden door Hotels.com. En Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Suarez, nog geen bal gezien. Verliest het duel en daar gaat Milan weer. Prachtige pas van Diaz. Rebic, dit moet hij afmaken. Dat doet hij niet, nee. Huizen, hoge kans voor de Rossoneri. Balverlies van Suarez. Mooi van Tomori. Een geweldige bal van Brahim Diaz. Goed gelopen natuurlijk ook van Rebic. En Oblak zat er nog even bij. Goeie save is het. Kessier. Was het waar Oblak niet op kan komen. Diaz moet hem eigenlijk terugleggen. Maar het duurt te lang. Had hem meteen kunnen terugleggen op Salemakers. Leao. Leao. Jawel. Rafael Leao. Met de verdiende voorsprong. Voor Milan. Hij applaudisseert mee, Zlatan Ibrahimovic. En Leao maakt zijn allereerste Champions League goal. En Milan dan toch beloont. Rebic liet het daarnet nog liggen. En het begint toch weer bij Diaz. Nou, Kessier moet oppassen hoor. Zit er hier heel kort op bij Koke. En gaat zijn tweede gele kaart krijgen. Jawel. Oh-oh. Plots verandert alles. Vooral Kessier. Als je geel hebt, moet je dit soort overtredingen niet maken. Daar gaat Leao. Moet even wachten op die bal. Aanname niet perfect. Oh, domaal. Wauw. En dan is het jammer dat de vlag omhoog gaat. Maar tegelijkertijd ook goed dat die bal er niet ging. Correa, een tweede goede voorzet en dit is de dikste kans voor Atletico. Net voor de rust. Goede loopactie Correa. Prachtige voorzet in één tijd. Nou, deze mag er wel in. Daar is een goede voorzet en daar is Suarez in de 16. Dodelijk normaal. Het is voorlopig niet zijn avond. Daar is hij hoor. Daar is hij. Antoine Griezmann kan dan toch eens tussen de palen trappen voor Atletico. En daar is de gelijkmaker. Ze doen het dan toch. Dan kunnen ze het helemaal over de streep nog trekken in die 5 minuten plus toegevoegde tijd die er nog komen. Of vinden de team van Milan nog ergens energie om er nog vol voor te gaan. Ze hebben geknokt voor elke bal. En op dit moment heeft dat toch 2 punten gekost. Florenzi met nog een poging. Hij is nog fit, hij is nog fris uiteraard. Suarez even ontsnapt. De hoek wordt wel heel erg scherp. Hier Lemar. Blijft hij rustig. Dat doet hij. Appel voor handspel. En Kounaid Shakir geeft penalty. Ai. Geeft strafschop. Stel je voor. Wat is hier aan de hand? Nou, ze raken allebei die bal met de arm, heb ik de indruk.
Ja, zowel Lemar als Kalulu. Het zou heel erg zuur zijn om hier een penalty voor te krijgen. Kijk, allebei raken ze die bal met de arm. Suarez. Ja, verschalkte Maignan die toch voor een hoek koos. En een balletje door het midden. En daar is Atletico alweer met een hold-up. Deze highlights werden nu aangeboden door Hotels.com. En Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.